We zijn hier bij de Pointer 30, nieuwe toerjacht van Nederlandse bodem. 30 voet en bedoeld om gewoon een week mee op vakantie te kunnen. Met z'n tweeën, met z'n vieren. Wat we hier zien is de ondiepe versie, met ondiepe kiel en met dubbele roeren. Zodat je ook in en om Nederland nog overal kan komen. Hij is ook met diepe kiel verkrijgbaar en dan heb je enkelbond. We staan hier nu op het punt en een van de dingen op deze bijna full option boot is het S-Tec dek. Normaal krijg je daar gewoon anti-slip, maar dat wordt in de mal al aangebracht. Dus ik zal het even laten zien. Dat loopt hier gewoon flush met het dek zelf. Dus dat zit er echt in plaats van erop. Dat plakken ze in de mal er al in en dan pas gaat de gelcoat eroverheen. Hier voor ankerbak en boegspriet. Er zit een RVS boegspriet onder met een polyester kap eroverheen. Anker is standaard. Dat zouden meer werven moeten doen. Even kijken, ankerbak. Optionele ankerlier. En daarvoor nog een kleine bakje voor de ketting. Dat is wel fijn, dan gaat hij niet slingeren door het hele ding. Maar heb je hier wel de ruimte om de boel binnen te halen. Onderdekse rolinrichting. En het sprietje kun je natuurlijk ook gewoon gebruiken voor een Code Zero of een Genaak. Tuig, standaard met, laten we zeggen, uitgebouwd grootcel. Hekstag is ook standaard, dat is fijn, want dan kun je een mooie spanning op het voorstag krijgen. Hier zitten wat luxere zeilen op. Wat ik zei, dit is bijna full option deze boot. Gepelde zalings, bijna over de hele breedte van de boot. Nu helemaal achter de boot en de cameravrouw staat op de spiegelklep. En dit is echt een vol zitje. Dus ik kan hier op deze manier sturen. Dan heb ik een kwart vierkante meter om op te zitten. Dat is lekker aan. Ik zit hier ook niet klem met het hekster. Ik kan hier zitten. Ja, hier zit nu toevallig eventjes dit lijntje om die fietje weg te houden. Maar die zit er normaal natuurlijk niet. Dus dan heb ik hier alle ruimte. En dan kan ik met deze, als ik wil, weer op de motor, kan ik hem zo neerzetten. Of naar de andere kant, waar ik dat lijntje niet heb, dus dat kun je beter zien. Dus hier heb ik alles goed naar voren. Ik kan de punt van de boot kan ik zien. En ik kan hier zitten, of ik kan op deze manier sturen. En dat doet het uitstekend. Hoewel die met z'n twee of met z'n vier perfect is, kun je hier in de kuip, een behoorlijk ruime kuip, kun je bijna met z'n achter zitten. Je kunt er ook een kuiptafel in klikken, die ligt nu beneden, maar die hebben we nu niet bij ons natuurlijk. Deze kussens zitten met magneten vast aan de kuiprand, dus dat gaat zo eraf. Even kijken of dat bij meer wind ook blijft zitten of dat je ze dan toch standaard naar binnen stopt. Zit heel erg lekker zo, maar je merkt zonder de kussens dat het vrij diep is, dan is hij wel echt gemaakt voor het rugkussen. En nu kan ik uitstekend tegen de overkant zitten, maar goed, ik ben er nog relatief lang. Dus als je daar wat kortere mensen neerzet, dan is dat misschien lastiger, zeker zonder kussen. Dan zou je dus aan de andere kant moeten gaan zitten. Dat kan overigens, maar dan zit je vast, zeg maar. Ik zal het even demonstreren. Kijk, dus je kunt hier wel zitten, maar onder helling denk ik dat je liever gewoon in de kuip zit. Hier zijn de handige vallenbakjes gemaakt. Dat is fijn, dan heb je dus al die lijnen niet in de kuip liggen. Wat meestal het geval is. Die zijn afneembaar, dus die water ook gewoon netjes af. Zodat alles vanaf de stoppers, eventueel via de lier, hier in het bakje kan. Leuk detail, ook nog wel, is dat hier een kleine uitsparing is gemaakt. Zodat de instrumenten, in dit geval dit maatje van de Remerim, dat past heel mooi in. Want als je hier gaat zitten, dan kun je er gewoon tegenaan zitten. En in dit geval heb ik zelfs een lekker warme rug, omdat het scherm nogal warmte afgeeft. Wat ik vanaf het begin heb willen doen toen ik de rendering zag, was hier in dit stoeltje zitten om te kijken hoe het zit. En deze
zit heel goed. Bij die zit je een beetje met je hoofd tegen de binnenschaal. Nou ja, niet echt eigenlijk. Maar wel een tikkie. Dus dat is het beste plekje. Gaan we hier even zitten. Een echte leefruimte gemaakt met hier een koffietafeltje. Deze kun je ook neerklappen. Dat zal ik even kort laten zien. Zo, dan heb je hier nog meer ruimte binnen. Maar goed, over het algemeen zal je dit hier al klik graag willen. Hier achter mij bergruimte. Dat is gewoon dicht, daar raak je niks kwijt. Hier onder de bank ook bergruimte. Dus met verschillende luikjes. En daar kun je je cola kwijt bijvoorbeeld. Je bent hier direct op de vloer, dus als je hieronder kijkt. Ik heb het net geprobeerd, hij gaat wat moeilijk open, dan zie je de kielbouten. Dan hebben we even een plaatje of een schroefdraai nodig om het open te krijgen. Dat gaan we niet doen. Hierachter zit nu nog niks, maar komt hoop ik ook bergruimte. Deze draad loopt door de hele boot. Kun je opbergtassen aanhangen, zodat je spul niet kwijtraakt. Daar nog een klein vakje ook voor telefoon en kleingerut. Dat is wel heel belangrijk. Hier aan de achterkant 2,10 meter lang bed. Dus dit zijn serieuze bedden. Er zit ook een matras in. Dus je hoeft niet hier op de bank te slapen wat dat betreft. Je kunt ook hier op de bank, net zoals daar op de stoel, kun je prima rechtop zitten. Als ik nu leun, dan leun ik met mijn hoofd tegen het gangboord. En dat is op zich prima. En aan deze kant, deze inbouwkeuken, die is standaard. Kraantje kun je wegklappen. En dan kan het gewoon dicht. En als je pan dan toch overkookt, dan gaat het direct zo voor je spoelbak in. Koelkast laden aan deze kant. Dus dan kun je vanuit de kombuis bij. Je kunt hier dus eigenlijk zittend kun je daar een beetje koken, want echt staan gaat niet. Kijk maar even naar wat mijn hoofd doet. Dit is het maximum. Ik ben 1,85. Dus aan deze kant heb je een bureautje en hier kun je dan je laptop, je schrijftafel, schrijfgerei, kun je hier allemaal doen. Het randje is niet zo hoog, had iets hoger mogen zijn van mijn smaak. Dat je ook dingen kunt neerleggen onder zeil, maar goed, hier heb je best wel een groot vak waar dat wel kan. Kijken we even verder naar voren. Ik zit hier nu op het toilet en dat kunnen we afsluiten. Dan kun je aan de voeten zien wie er op het toilet zit. Dus dit deurtje dat is zowel voor de hut aan de voorkant als voor het toilet. Heel gebruikelijk wat dat betreft en je kunt er gewoon met je hand kun je hem bedienen. Wordt op een gegeven moment wel vies natuurlijk, maar even poetsen. Dus, de hut voor, laten we zeggen anderhalf persoons hut, want je ziet het daar al bij de voeten. Dat is pak een meter 20 centimeter per kant. En dat is te weinig om een volwaardig bed genoemd te worden. Hij is ook relatief smal, dus of je moet elkaar aardig vinden of je moet hier met anderhalf slapen. Dus perfect voor twee personen. Met vier personen kun je hier ook slapen. Maar voor twee personen is het de perfecte boot voor een stel. Want meestal vinden die elkaar lief.